School is al een tijdje begonnen. Iedereen wacht weer met zijn hoofd in de boeken gaan zitten tot je in slaap valt. En 2 uur later wakker wordt met een goede portie kwijl op je bakkes. Het is niet makkelijk en dat weten wij ook. Maar wat nou als ik jou vertel dat het anders kan? Wat nou als ik jou vertel dat ik de beste tips voor jou op een rijtje heb gezet? Echt? Yep, echt waar. Voor jou. Mijn naam is Dr. Mahmoud Abdurrahman Mosab Ibrahim Zainabedin. En ik heb voor jou de beste tips om jouw schooljaar goed af te sluiten. Tip nummer 1. Raak bevriend met je leraar. Bevriend raken met je leraar kan een heleboel gezeik voorkomen. Kom je een keer te laat? Heb je een keer je huiswerk niet af? Jouw leraar of lerares zal het niet erg vinden. Hij of zij is immers jouw vriend. Pak eens hier rustig. Onthoud wel dat jouw leraar niet van de straat komt. Goedemiddag heer, wat doet u zoal op deze wondermooie dag? Ik neem waar dat u zeer arbeidzaam bezig bent met het keuren van de recent voltooide proefwerken. Excuseer mij als ik incorrecte feiten benoem, meneer. Au, nee, au, waarom? Nee, toch goed? Tip nummer 2. Gebeurt dit ook wel eens de avond voor jouw toets? Morgen Frans. Woordjes. Toets. Daarna dit. Zwarte vibre. En dan dit. En soms zelfs dit. Banket. Dan is dit de tip waar je nog nooit van hebt gehoord, waarvan je niet wist dat die bestond. Begin op tijd met leren. Tip nummer 3. Koop een broodje dunner bij mijn broer Erkan. Ze is vol met vitamine, is goed voor die hersens, goed voor de concentratie, is goed voor die concentratie. En ook goed voor mijn broer Erkan. Hij heeft schulden bij Belastingdienst. Omdat je koopt bij een broodje dunner, hij kan schulden betalen bij Belastingdienst. Kardesh, wat is deze lawaai? Wat gebeurt daar? Waarom ga je praten? Taban, waarom niet iedere keer zegt? Je hebt honger! Ik haal voor jou broodje dunner bij mijn broer Erkan. Alles erop? Sambal, knuflok. Tamam, komt eraan. Tot straks. Tip nummer 4. Maak vrienden op school. Schooldagen kunnen heel lang en saai zijn. Maak daarom vrienden in je klas. Zo kun je een beetje vermaken tijdens de schooldag. Hey! Nee, ik wil geen Fernandes! Je zit kapot van suikeren, weet je hoe ongezond dat is? Hè? Dan ga ik dood! Fernandes? Hoe bedoel je?